Ja, dat is onvoorstelbaar, hè? Dat we in de tegenwoordigheid van de Heer Jezus mogen zijn vanavond. We willen een stukje lezen uit het laatste hoofdstuk van Openbaring. Iets wat hij daar zegt. En dat moeten we niet opvatten als een veroordeling, maar als een bemoediging. En dat we er ook wat mee zullen gaan doen. Het staat in Openbaring 22 en dan vanaf vers 11. Heel wonderlijk. Het staat in vers 10 al. En hij zeide tot mij, verzegelt de woorden van de profetie van dit boek niet, want de tijd is nabij. Wie onrecht doet, hij doet nog meer onrecht. Laat hem nog meer onrecht doen. Wie vuil is, hij wordt nog vuiler. Laat hij nog meer vuiler worden. Wie rechtvaardig is, hij bewijst nog meer rechtvaardigheid. En wie heilig is, hij wordt nog meer geheiligd. Zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij om aan ieder te vergelden nadat zijn werk is. Ja. We zitten allemaal in dat proces. Ja, dat is op het ogenblik aan de gang. Ja, dus. Zo. Dat zijn wij. En nu kunnen we twee kanten op. We kunnen deze kant op. Dan worden we vuiler. Zo. En het loopt helemaal verkeerd af hier. Of we gaan de andere kant op. En dan zijn we tot zegen voor iedereen die we ontmoeten. Het is maar net welke kant we opgaan op het ogenblik. En dan moeten we even kijken bij onszelf. Van, ja, welke kant gaat het bij mij op? Ik weet wel, toen ik 27 was. Toen ik voor het eerst geconfronteerd werd met mensen die helemaal voor Jezus leefden. Toen deed ik dat. Toen ging ik eens na. Ik denk, jongen, ik word er niet beter op. Ik leefde toen in een tijd waar televisie nog, nou, een beetje begon eigenlijk. Geen internet was. Dus het bederf had op mij niet zoveel invloed nog. Zo sterk als het op het ogenblik is. Maar ik zag heel duidelijk dat mijn geweten was net elastiek. Wat er een paar jaar geleden nog niet mee door kon, dat kon dan wel. En het enige wat ik dacht is, nou, als God echt van me houdt, dan vindt hij ook leuk wat ik leuk vind. Dat was eigenlijk mijn levensregel. Nou, dan kan er heel veel mee door natuurlijk. En toen begon ik pas te beseffen, toen ik al die andere jongens en meiden zag van mijn eigen leeftijd. He, Anne van der Bijl, die was net 4 jaar ouder dan ik. He, die vertelde verhalen met hun leven met God. Ik denk, joh, is dat mogelijk, hè? En op die weekends gebeurde dat ook. Als je daar kwam, dan kwam je in de tegenwoordigheid van Jezus. En dat was voor het eerst dat ik had beleefd. Ik was een hele nette jongen, ging altijd naar de kerk en zo. Nou, jij kent dat wel. Ik was voorzitter van de JV en later van de vereniging dan, van CJMV was dat in Aalsmeer. Ik woonde in Aalsmeer. Ja, en ik kende al de Bijbelverhalen. Maar toen gingen mijn ogen open voor de armoe waar ik in terechtgekomen was. En dat ik helemaal die kant uit ging. En daarom durf ik echt met vrijmoedigheid te zeggen van jongens, het hoeft niet, je hoeft niet verder te gaan hier op deze weg, want ik zat er ook op. Maar dat je op zo'n knooppunt waar je nu eigenlijk bent, hè, dat je plotseling wordt geconfronteerd misschien voor het eerst met de aanwezigheid van Jezus, dat hij eigenlijk hier rondloopt en zegt, joh, wat wil je nou eigenlijk? Wil je nou voor jezelf blijven leven of wil je voor mij leven? Ik leer het je wel. Met vallen en opstaan, dat geeft niet, als je gezindheid maar goed is.
Ja, als ik merk dat je echt met mij wil gaan leven, nou, dan wil ik niets liever. Ja, want dat is het verschil. Hè, tussen leven voor Jezus en leven voor jezelf. Hè, we hebben wel, kijk, we... Dit wordt een beetje rechter zetten. Wat zeg je? Het wordt een beetje rechter zetten. Rechter zetten? Zo? Is dat beter? Nou. Ik heb mijn vrouw meegenomen, want die trekt me af en toe aan mijn jas. Dit is nog niet zo erg natuurlijk. Maar als ik iets zeg wat niet deugt, dan... Het is wel eens lastig hoor, als je je vrouw bij je hebt dan. Maar goed, het is werk mee ten goede, moet je maar denken. Alles trouwens. Ik kan die luidspreker iets over. De luidspreker ook hoger. Nou, je zegt het maar hoor. Hier. Nou, ja. Ik kan het niet zien, hè? Jij het maar eventjes, want ik ben erg onhandig namelijk. Wat is dat nou? Wat gaat er nog meer gebeuren? Is er meer ruimte? Oh. Ja, maar bij een komische act, hè? Met alle serieuze gedoe natuurlijk, met Jezus in ons midden. Maar de Heer die is zo, ja, zo gewoon ook, hè? Hij was zo gewoon dat zijn broers, die wisten niet eens dat hij de Zoon van God was. Zo gewoon was de Heer Jezus. En hij voelt zich thuis in een groep mensen die eerlijk zijn, die gewoon zichzelf durven zijn. Die niks te verbergen hebben, maar daar gaan we straks nog meer over hebben. Maar de kern van alle zonden, hè, je kan natuurlijk lijstjes opnoemen van je smerige hart, wat er allemaal in kan zitten. Maar de kern, de oerzonde, hè, de erfzonde... Dat is leven voor jezelf. Er zit alle ellende zit daaraan vast. Als je voor jezelf blijft leven, geheel of gedeeltelijk, dan wordt het steeds erger. Dan ga je die kant uit. Maar zo gauw als je zegt van Heer, ik wil voor u gaan leven, de ene keer dat ik leef, ik wil voor u gaan leven. Maar ik kan nog niks en ik weet nog niks, maar alsjeblieft wilt u het leren, want hij is een goede leraar namelijk, de Heer Jezus. En hij besteedt de meeste aandacht aan diegene die het moeilijkste leren kan. Dus op school, hè, een goede onderwijzer, die besteedt de meeste aandacht aan de leerling die dyslectisch is. Of die niet zo handig is en niet zo, hè, misschien allerlei andere moeilijkheden, leermoeilijkheden hebben. Maar hij kijkt naar de gezindheid van iemand en ook bij jullie en bij mij. En dat rechtvaardigt je. Als de Heer ziet dat je wil, dan zegt van Heer, ik wil echt voor u leven, maar ik kan nog niks en ik weet nog niks. Dan weet de Heer wel een weg te vinden waarop hij je dat gaat leren. En daar gaan we het vanavond ook over hebben. Van hoe de Heer dat doet. Maar dat is duidelijk, hè. Dat, weet je, die tekst dat staat, dat is gewoon een blinde vlek. Dat als je vraagt aan mensen van waarom is de Heer nou gestorven en opgestaan. En je vraagt het aan een gemeente ergens. Ik heb het al zo vaak geprobeerd en iedere keer zie je dan hetzelfde gebeuren. Dan krijg je alle goede antwoorden. Dan heb ik op het bord zet ik allemaal sterretjes voor het goede antwoord. En als het een goede gemeente is, dan staat het bord binnen de kortste tijd vol met sterretjes. Maar één antwoord ontbreekt altijd praktisch. En dat is het antwoord van, en hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. En de Heer Jezus die is hier en die zegt van, joh, blijf je voor jezelf leven of wil je voor mij gaan leven? Want daar heb ik je voor geschapen, daarom ben je hier op deze wereld, om voor mij te leven. En de Heer die zoekt koortsachtig naar mensen die hem vertegenwoordigen hier op aarde. Want als wij het niet doen, als wij het licht der wereld niet zijn, ja, dan is er geen licht. Dan is er helemaal geen licht, want hij is de enige die het licht der wereld is. En sinds zijn heen gaan, zijn wij de enigen die het licht der wereld mogen zijn. Namens hem. En hij wil ons allemaal opleiden daarvoor. En hij zoekt mensen, en dan mogen we ook om bidden van Heer, tegen hemelse Vader, van Vader, wilt u toch arbeiders uitzenden in uw wijngaard? We mogen bidden om arbeiders. Nou, vanavond zijn jullie diegene aan wie Jezus de vraag stelt. De ene die, en dan geeft jullie allemaal een taak die precies bij je past. De een dit en de andere dat, de een is het hoofd, of de een is de hand, de ander is de voet en dan nog meer wat anders. Hij heeft voor iedereen een passende taak ook. Onvoorstelbaar wat de Heer kan doen als je helemaal voor hem gaat leven. Je hebt geen idee
van wat de Heer dan met je kan doen. Dan gaan er dingen gebeuren die je zelf nooit had kunnen bedenken. Als ik terugkijk in mijn eigen leven, toen ik daar op dat weekend voor het eerst was, toen ik 27 was, Binnendijk kwam er ook voor het eerst. Alle twee kwamen daar en toen ging een hele nieuwe wereld voor ons open. En toen zeiden ze dat, van joh, je hebt geen idee wat de Heer kan doen met je leven als je helemaal voor hem gaat leven. Nou, terugkijkend, het is nu 50 jaar geleden, moet je eens nagaan wat, ik kan het hele verhaal wel gaan vertellen. Maar op een gegeven moment kwam ik bij de EO terecht, mocht ik kinderprogramma's gaan maken. Had ik nooit kunnen bedenken dat ik bij de televisie terecht zou komen, als ik was bloemeninpakker. En dan kwam ik bij de EO terecht. Ik deed in mijn vrije tijd aan kinderwerk en jeugdwerk. 10 jaar lang heb ik op een bloemenveiling gewerkt. En dan in mijn vrije tijd deed ik kinder- en jeugdwerk. Niet wetend dat het een perfecte opleiding was voor wat ik later mocht doen bij de Evangelische Omroep. Dat ik kinderprogramma's mocht maken. Ik wist precies, door al die jaren had ik dat geleerd. Als ik dit zeg, dan komt die reactie. En ik had geleerd om tekeningen te gebruiken. En dat was zo'n geweldige op. En ik denk, jongen, dat, als ik nu terugkijk, dat had ik nooit zelf kunnen bedenken. En ik ben nou een oude kerel en dan mag ik op internet, mijn hele geestelijke kapitaal zit ik op internet. Sommigen van jullie hebben wat erover gezegd, die hebben het ontdekt. Jongens, het gaat ook, nu wordt het zelfs in het Engels vertaald. Het gaat over de hele wereld. Jongens, dat had ik toch nooit kunnen bedenken, dat binnen je mogelijkheden lag. Dat je dat mocht doen voor de Heer Jezus. Ik kan niet vertellen wat de Heer al met jou gaat doen, maar het is onvoorstelbaar wat de Heer kan doen met iemand die hem helemaal is toegewijd. Alleen nu is het zo dat als je een smerig hart hebt en je komt daar nu achter, zeg je, jongen, ik leef voor mezelf en wat een ellende heeft het al teweeg gebracht. Ja, dan heb je een smerig hart. En hoe kom je daarvan af dan? Hè? Hoe helpt de Heer Jezus je daar nou daarvan af? Nou, ik heb al tig keren, het zou misschien voor sommigen is het oude koek allemaal hoor. Maar in herhaling schuilt het onderwijs, moet je maar denken. Ja, maar ik heb al heel vaak dit voorbeeldje gebruikt van een bak met modder. He, dit is een aquarium. He. Het is allemaal modderwater. Ik ga het niet zwart maken, want er zie je niks meer in natuurlijk. Maar het is helemaal vol met modder. En er staat hier een kopje in die bak met modder. En wat gebeurt er nou met dat kopje? Nou, dat is natuurlijk logisch. He, dat loopt zo vol met modder. Zo. Nou, dat is het waar wij in zitten. We zitten in een wereld rondom met de duivel is zo handig. En al die uitvindingen van internet en televisie. En met de boekdrukken is begonnen natuurlijk ook al, die massamedia. Maar nu op de ogenblik kom je er bijna niet meer onderuit. Het wordt je opgedrongen. Al die smerigheid in de wereld. Hè, dat kan leuke dingen zijn, waardeloze dingen, maar wel leuk. En niet slecht op zich. Of het kan smerigheid zijn op allerlei manieren. Het is maar net waar je voor open staat, maar daar zit je vol van. En dan is de vraag natuurlijk van jongens, hoe komt dat kopje, hoe wordt het nou schoon? En hoe kan het schoon blijven zonder het uit die bak te halen? Want dat is dus ons probleem, hè? Dat zonder uit de wereld te gaan, met alles wat er je opgedrongen wordt aan smerigheid en rotzooi, dat je in die wereld een rein hart kan bewaren. En dat is normaal hoor, een rein hart voor christenen. Misschien geloof je dat niet, maar er staat bijvoorbeeld in Handelingen, even kijken hoor, Handelingen 15, ik heb het opgeschreven, want ik heb geen geheugen voor getallen. Handelingen 15 staat dat. Handelingen 15. Handelingen 15. En dan staat dit en geeft Paulus, die geeft een verslag. Geeft hij dan hè, van wat ze allemaal meegemaakt hebben. En dan staat er in vers 11. Gaat het over heiden die er tot geloof zijn gekomen, 11. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als wij, als zij. En waar konden ze dat dan zien? Dat staat in vers 8. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, de Geest van Jezus, evenals ook als aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende.
Dat gebeurde er. Bij die mensen die tot bekering kwamen, zegt Paulus, die hun hart werd gereinigd door het geloof. Door het vertrouwen, door open te staan voor Jezus, werd hun hart gereinigd. En waarvan werd het gereinigd? Van het leven voor henzelf. Dat is de kern van alles. Hè. Die gingen voor Jezus leven. Die moesten allemaal nog leren. Dat waren leerlingen van Jezus. Hè, maar het principe was dat hun hart werd gereinigd van het leven voor henzelf. Alles wat daaraan vast zat, dat raakte ze kwijt. En het staat ook in 2 Timotheus. Of 1 Timotheus, 1 vers 5. 1 Timotheus, 1 vers 5. En gewoon om te laten zien dat het normaal is dat christenen een rein hart hebben. 1 Timotheus 1 vers 5. 1 Timotheus 1 vers 5. En wat staat daar? En het doel van alle vermaning, het doel van alle preken, hoort het te zijn hoor, het doel van alle goede preken, is liefde uit een rein hart. Uit een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Dat is het doel ook van vanavond. Dat je een rein hart mag krijgen. Een rein hart zegt, Heere, ik wil voor u leven. En er staat ook in 2 Timotheus 2 vers 22, dat is makkelijk te onthouden. 2 Timotheus 2 vers 22. 2 Timotheus 2 vers 22. Er staat dit, schuw de begeerte van de jeugd. En jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hen die de Heere aanroepen uit een rein hart. Dus dat is die nieuwe kennissenkring. Dat je kennissen krijgt, dat je vrienden gaat zoeken en vinden die de Heere aanroepen uit een rein hart. Die onverdeeld zijn, die maar voor één ding leven. Onverdeeld hart. En dat is die leven voor Jezus. Jongens, en sommigen van jullie hebben zo'n vriendenkring. En wat is dat kostbaar, dat je een vriendenkring hebt van jongens en meiden die er allemaal voor gaan. Wat bemoedigend is dat voor elkaar. Dan kun je elkaar echt aanspreken erop en bemoedigen. Als de een een beetje een dip heeft, dan haalt de ander die op de bergtop zit op dat moment er helemaal weer uit. En andersom ook. En zo ga je verder. Er staat in Johannes de Heer ook een liedje, kom laat ons voortgaan kinderen. De avond is nabij. En er staat ook de een, hoe staat het er ook weer, van de een die bemoedigt de ander geloof ik. Dat, ik weet niet, vroeger heb ik op de zondagschool dat liedje geleerd. Maar ook dat je het samen doet, dat je samen met anderen die weg gaat. Voor elkaar bidt en elkaar in de gaten houdt. En elkaar bemoedigt. Jongens, wat is dat waardevol. Maar dat is de moeilijke, het voorrecht van ons allemaal, dat we een rein hart krijgen en dat het hart ook rein blijft, ondanks alles wat er op je afkomt. Dan raadselt je eigenlijk, dat doen we bij kinderen wel eens, van joh, hoe kan het kopje nou schoon worden en schoon blijven, die bak met modder? Ja, maar een dekseltje op, ja, wat zit er al in, hè? Ja, omdraaien, ja, dat helpt ook niks. Maar dan vertel je natuurlijk het geheim, want er is hier een kraan namelijk, hier een kraan, zo. En een slangetje, zo, een kind kan het begrijpen, en als die kraan open staat, dan komt het schone water in het kopje, en wat doet het? Dat gaat het kopje vervullen, zo. En als die kraan open blijft, dan gaat er nog wat gebeuren, dan in plaats van dat het kopje beïnvloed wordt door de omgeving, gaat dat kopje, gaat de omgeving beïnvloeden. Jongens, en dat is zo geweldig dat je dat gaat zien, dat je dat ziet gebeuren ook. Je hebt allemaal, iedereen heeft invloed op een ander, kan niet anders. Zij het in negatieve zin of in positieve zin. Als je smerig bent, ik heb voor die tijd, dacht ik, ja, als ik anderen aanraak, meisjes of hoe dan ook, worden ze er beter van of worden ze slechter van? En ik moet zeggen, ja, ik besmette ze. Ik maakte ze smeriger, ik hielp ze niet naar boven, nee, ik hielp ze naar beneden. Verschrikkelijk is dat je zo'n invloed op je omgeving hebt. Dat je anderen bemoedigt om ook zo goddeloos te leven. Op allerlei manieren. Maar het tegenovergestelde is ook waar, dat als je
drink van het levende water van Heer. Ik heb niks, maar u geeft het en je staat er wagenwijd voor open. Dan zul je merken dat dat proces gaat plaatsvinden. Die rein is, die worden reiner. Rein ben je op het eerste moment dat je gezindheid in orde komt. Van Heer, ik wil zo graag. Ik geef me over aan u, maar wilt u het doen? Want ik kan niks. Dat is het eerste. Dan heb je een rein hart wat dat betreft. Maar dan word je de reinen die worden reiner. En degenen die rechtvaardig zijn, die worden rechtvaardiger. Dan gaat het proces beginnen. Je kan het ook anders tekenen. Kijk, het is een kopje. Maar we hebben allemaal een kopje natuurlijk. Ook een tekening wat ik vaak maak. Het is allemaal herhaling misschien voor sommigen. He, dat is je hoofd. Dan heb je gaten in je hoofd. Hè. 2 gaten. 3, 4, 5, 6, 7 gaten heb je in je hoofd. En er komt van alles door naar binnen. He, en ja, als het door je neus naar binnen gaat. He, lucht en zo. En dat is... Als je stof in het lucht of er is luchtverontreiniging, dan ga je niezen. Dan zoek je wat anders, je doet een doekje voor je mond of zo en je gaat niezen. Hè, en als het verder komt, dan ga je hoesten. Als het nog verder komt, dan ga je rochelen. Nou ja, en zo hou je je longen schoon. Hè. En als het door je mond naar binnen gaat, ja, dan proef je het of het lekker is of niet. En als het dan bedorven is, dan spuug je het uit. En als het bedorven is, maar toch lekker is... En je merkt het niet dat het bedorven is, dan slik je door. Maar ja, dan word je misselijk. Dat is een beetje onpasselijk, maar dan ga je kotsen. Hè? En zo blijf je gezond. Maar er gaat ook natuurlijk van alles door je ogen naar binnen. En door je oren naar binnen. En waar gaat dat naartoe? Nou, dat komt in je geheugen. Dat is bij een computer, hè? Geheugen. En de ellende is, als het er 1 keer in komt... Ja, dan komt het 1000 keer weer terug. En denk je, nou ja, maar dat vergeet ik dan alweer. Nou, dat gebeurt dan ook wel, een tijd later. Maar dan is het nog niet weg. Want als je iets beleefd hebt 20 jaar geleden in een ziekenhuis... en je komt weer in een ziekenhuis en je ruikt diezelfde lucht weer... komen al die herinneringen weer boven. Dus het was niet weg, nee, het zit er gewoon een beetje dieper. Hè, het laadje kan je niet zomaar opentrekken, maar er zit dan in je onderbewuste... En als het niet meer uit je onderbewuste naar boven komt, is het dan weg? Nee, dan zit het in je onbewuste. In je onbewuste. En dat zijn dingen die je verdrongen hebt, daar wil je niet meer aan denken. Je hebt vroeger in een lift gezeten en dat ding als kind zijnde en die lift, de stroom viel uit en heb je een uur in die lift gezeten, in het donker. En dan raak je in paniek. Vreselijk. En dan wil je er niet meer over praten, dan ga je wegstoppen. En dan is net of je het vergeten bent dat het helemaal weg is, maar zit in je onbewuste. En zo gauw als je weer in een afgesloten ruimte zit, dan komt plotseling dat rare gevoel weer naar boven. Heb je claustrofobie, zeggen ze dan. En ja, hoe kan dat nou, hè? Dat sommige mensen claustrofobie hebben? Nou, er zit iets in het onbewuste, wat ze hebben meegemaakt. Hey, ik heb hoogtevrees een hele tijd gehad. Ik wist niet waarvan het kwam. Maar toen op een gegeven moment kwam ik erachter. Ik was een keer met mijn moeder naar de buurman, die was melkboer, en dan moest ze eieren halen. En er was een sloot, in Aalsmeer heb je allemaal sloten. En er was een bruggetje of een plankje was het nog eens, dat je vast kon houden, maar zo'n plank was dat, lag over de sloot. Aan de andere kant, de melkboer had ook nog een Sint-Bernard-hond, en hoef, hoef, dus dat was een beetje eng, maar ik moest met mijn moeder mee, want ja, die was alleen thuis. Dus dan moest ik mijn moeder vasthouden. Nou ja, toen stapte ik een keer mis. En toen viel ik naar beneden, en toen kreeg ik dat rare gevoel van gewichtsloosheid, hè, dat je valt. En dan... Ook in het water, hè, blub, 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 zijn al die groene bellen. Hè, maar dat gevoel, ik wist niet wat van kwam, maar iedere keer ergens bovenop stond. Hè, hier heb ik het niet hoor. Hè, maar dan kreeg ik hetzelfde gevoel weer terug. En dan, ja, hoogtevrees. Maar dat zat in mijn onbewuste. En omdat ik het aan de weet kwam, gaat het zijn kracht verliezen. Want alles wat aan het licht komt, dat verliest zijn kracht dan. Hè. Nou, dit is, daarom is het zo belangrijk... Dit is de inhoud van je hart, hè? Dit, zo. Kijk, en als er allemaal rommel in zit, en het komt er iedere keer weer uit, dan heb je een smerig hart.
En dan, hoe kom je daar nou vanaf? En dat is ellendig, want alles wat er in je hart zit, dat heeft een enorme invloed op je gevoelsleven, gevoel. En je gevoel heeft weer een hele krachtige uitwerking op wat, uiteindelijk op je daden. En daarom zie je dus, en als er allemaal rommel in zit, de Heer Jezus heeft ooit gezegd, van waar het aas is, te verzamelen zich de gieren. Wij zouden zeggen, waar het vuilnis is, dan komen de ratten op af. Als je een hart hebt met smerigheid, dan komt de duivel en allerlei onreine geesten die komen erop af. En die blazen het vuurtje aan en die voelen zich in je hart thuis. Die gaan zich daar nestelen. En dan raak je een soort van bezeten. En dan kun je tot dingen komen die je ook niet van mogelijk houdt. Vaders die hun eigen kinderen verkrachten. Of nou ja, ik hoef het niet allemaal te zeggen wat er allemaal gebeuren kan. Nee, maar dat komt omdat, ja, dat is niet een zaak van de ene dag op de andere. Nee, dat is ja, waar je hart vol van is. Ja, daar loopt je mond van over, zegt Jezus. Maar ook je daden. Ja, wat er in je hart zit, dat bepaalt hoe je leeft. En daarom zei Salomo al, heel lang geleden, de allerwijste man die ooit geleefd heeft, buiten de Heer Jezus dan, die zei, bewaar je hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit komt alles voort. Bewaar je hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens, staat er in een andere vertaling. En daarom is het zo belangrijk dat je weet van, jongens, waar kijk ik naar en waar sta ik voor open? Ik zei, jongens, maar dan moet je toch herriestoppers in je oor stoppen en een zwarte bril opzetten. Want anders dan red je het niet, hè. Maar gelukkig is er een groot verschil tussen zien en kijken. Jongens, dat verschil moet je goed weten, hoor. En een verschil tussen horen en luisteren. Weet je wat het verschil is? Kijk, dat ik dingen zie en dingen hoor, dan kan ik niks aan doen. Dat wordt me ook niet kwalijk genomen. Maar als ik ernaar ga kijken, dan kies ik ervoor. Dan ga ik het downloaden. Als ik iets hoor en ik ga ernaar luisteren, dan ga ik het downloaden. En dan komt het in je hart terecht. En alles wat er één keer inkomt, komt er duizend keer weer uit. En ja, als je het eerst prettig vond, dan lekker, dan vind je het nog niet eens zo erg dat het iedere keer weer naar boven komt. Maar op een gegeven moment wordt het een obsessie. En dan schud je je hoofd en dan iedere keer komt het weer naar voren. En de duivel die maakt er zo'n misbruik van. Die wakkert dat vuurtje aan. En daarom is het zo belangrijk, mensen, dat we in ieder geval weten dat als ik wat zie. Ik ga twee keer in de week zwemmen. Nou, dan zie je als man zie je ook van alles, hè. En nou is het zo dat ik hoef mooie vrouwen niet lelijk te vinden. En aantrekkelijke vrouwen hoef ik niet onaantrekkelijk te vinden. Maar als ik ga kijken, dan wordt het link. En als ik ga kijken met begeerte, ja, dan ga ik, hupsee, dan zit het erin. En daar ben ik als de dood voor. Maar kijken, ook zelfs dat is nog niet verkeerd, want je kan ook kijken naar een mooie auto zonder dat je kijkt met begeerte. Of je kan kijken naar een mooie schilderij zonder het te willen hebben. En zo kun je ook allerlei andere dingen zien. Maar zo gauw als het begeerte op gaat wekken en als je te lang kijkt naar vrouwenschoon, ja, dan bij mannen in ieder geval, dan gaat je lichaam reageren en dan ga je over de streep. En hoe kom je daar vanaf? Op dat moment kun je zeggen, oh heren. En dan kun je het beleiden. En dat is de oplossing ook voor die hele rotzooi in je hart ook. Hè? Dat je er eerlijk mee voor de draad komt. Dat is het eerste wat de Heer Jezus graag van je wil. Hij loopt hier rond, om zo te zeggen, in de geest. Ja, maar dat je eerlijk zegt, heren, dit is bij mij het geval. Dat je eerlijk wordt. Dat je in het licht gaat wandelen. Met alles wat er niet deugt in je leven. Dat je eerlijk vooruit komt. En er staan dus zulke geweldige beloften als je dat gaat doen. Dat staat in de eerste brief van Johannes. 1 Johannes.
Het eerste hoofdstuk. Het staat in vers 5, begint het al. En dit is de verkondiging die wij van hem hebben gehoord, van Jezus hebben gehoord. Hè. Dus Jezus die heeft een verkondiging. Wat hij, en dan staat er, God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dus in God zelf is het geen duisternis. Maar ook als we in God zijn, in hem zijn, er is geen duisternis dan. Als je in hem bent, dan is er geen duisternis. Dan komt alles aan het licht. Ja, dat is een onderwerp apart, hè. Maar in hem, hè, God is in de hemel. Maar Paulus heeft een keer gezegd van, God is niet ver van een ieder van ons, want in hem leven wij, bewegen we ons en zijn wij. Hè, God is in de hemel, maar Gods geest is overal. Ook hier. Anders zouden we hier niet eens kunnen bestaan. Hè, want in hem leven wij, bewegen we ons en zijn wij. Dat zei hij tegen heidenen, tegen de Atheners. Staat in Handelingen 17. Hè, dus God is niet ver van een ieder van ons, maar in hem leven wij, bewegen we ons en zijn wij. Dus als hier staat van, God is licht. En in hem, als we echt bewust zijn, Heer, dat niet je ervoor afsluiten van Gods aanwezigheid, maar dat je de deuren openzet. Ja, als er, we hebben wel eens een keer in een molen in Giethoorn gekampeerd met een groep jongelui. En er was beneden waren een paar deurtjes en er kwam nooit iemand onder in het souterrain van die molen. Dat was een soort van kelder. En we werden zo nieuwsgierig, hè, om te kijken, wat zou dat dan wezen in die kelder? Hè? Dus op een gegeven moment kregen we die deur open. Ging de deur open en toen zag je de ratten en allerlei ongedierte, plup, 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 en het stonk er natuurlijk. Maar de deur ging open en zo gauw als licht binnenkomt, dan komt het aan het licht. En dat is heel akelig. Als je een onrein hart hebt en je zet het open voor Jezus, dan komt alles aan het licht. Nou, dan schaam je je dood. Zeg, nou heren, en toch is dat de enige manier om eraf te komen. Om je open te stellen, om eerlijk te zijn. Dat is het allerbelangrijkste, dat je in het licht gaat wandelen. Ook al is het op dat moment vreselijk pijnlijk. En dat staat hier ook, hè. God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dus dan kom je daar, je doet de deur open en dan komt alles aan het licht. Indien wij zeggen dat we gemeenschap met hem hebben en in duisternis wandelen, hè, dus dat je de deur dicht doet de deur, en niet transparant bent, En je dingen te verbergen hebt, dan lieg je. Dan zeg je, ja, dat kan niet. Indien we zeggen dat we gemeenschap met hem hebben in het duister van, dan liegen we en doen de waarheid niet. Maar, en dan komt het, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, dan gebeuren er twee dingen. Dan hebben we gemeenschap met elkaar, dan hebben we niks meer te verbergen, dan ben je transparant. En het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dan gaat het, die kraan gaat open. Hè? Dus als je in het licht wandelt, gelijk hij in het licht is, betekent dat je eerlijk bent, dat je niet beter voordoet dan dat je bent. Eerlijk tegenover God en ook eerlijk tegen elkaar. En jongens, je mag gerust weten, zo zit het mij voor. Jongens, dan is de kracht gebroken. Want dan is er licht. En de duivel is de vorst der duisternis. Hè? Die vlucht van je. Het staat zelfs dat hij van je vlucht als je het doet. Hij biedt weerstand aan de duivel. En hij zal van je vluchten, staat er. Er is zelfs de dood voor licht. De vorst der duisternis kan niet tegen licht. En het leuke van licht is dat het altijd sterker is dan de dikste duisternis. Als je ooit gerookt hebt en je hebt nog een oud aanstekertje en je steekt het in je zak, denk je, nou, er zit geen gas meer in. Het enige wat het doet is het vuursteentje. En het licht valt uit. Je bent in diepe duin, jongens. En je doet even zo, plup, plup. En dan even dat kleine vonkje. En je ziet alles. Je weet precies waar je staat. Plup. En dat kleine vonkje is sterker dan de dikste duisternis. Het is zo mooi dat Jezus is het licht der wereld, mensen. En als we hem volgen, zullen we nooit meer in de duisternis wandelen. Dat kan niet. Als Jezus het licht is voor je, dan heeft hij beloofd, je zal nooit meer in de duisternis wandelen, want je zal het licht des levens hebben.
Ja, ik weet niet hoe ik het onder woorden moet brengen, maar dat is zoiets geweldigs, dat je niet meer in duisternis wandelt. Ja, het staat hier, hè, en dat je contact hebt met elkaar, want diegenen die dat leven leiden, die herkennen het ook bij anderen, die zijn transparant. Die doen zich niet beter voor, die hebben niks te verbergen. We hebben een keer afgesproken, een tijd geleden, ik tegenover haar dan, hè, tegenover mijn vrouw. Ik denk, jongens, al mijn stommiteiten die ik uithaal, die ga ik allemaal vertellen. He, ook al weet ze er nog niks van, he, in het verkeer kan ik wel stommiteiten uithalen. En dan zeg ik het tegen haar. Dus voor mijn hoogmoed heel erg goed, maar het is ook voor de verhouding samen goed, omdat ze weet van, ik heb niks voor haar te verbergen. En dan heb je gemeenschap met elkaar. Dan ben je een eenheid met elkaar, want je wandelt samen in het licht. En dan het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Alle zonden, alles, alle zonden. En in je lichaam, dat is zo'n mooi beeld, hè? Die lichaam, je bloed, dat gaat constant, is het bezig. Hè? Je heel licht tot aan je grote teen toe, je kleinste teentje toe, hè? Je pink. En nou, overal komt het bloed en dat ruimt de rommel op en dat overwint alle bacteriën en zo. Het voert alle stoffen af die er niet in thuis horen. Nou, het brengt energie. Je wordt er warm van. Uit alles. Het bloed van. Dat gaat constant, werkt dat bloed. Hier is, de omgeving is vol met bacteriën en virussen. En dat adem je naar binnen. Maar je bloed zorgt ervoor dat constant wordt dat afgebroken en je wordt niet ziek. Ja, soms kan je wel ziek worden, maar goed, even om het beeld vast te houden. Wat het bloed doet. Nou, het bloed van Jezus, dat is zo krachtig, mensen. En als je in het licht wandelt, je bent open voor Jezus, je hebt gemeenschap met Jezus, van Heer, ik wil met u leven. En je elke morgen dat je wakker wordt, zegt, Heer, ik dank u dat ik weer met u mag leven vandaag. En dan belooft hij dat zijn bloed, dat reinigt je van alle zonden, constant. He, dus allerlei dingen die op je afkomen en zo, die worden gelijk door het bloed van Jezus wordt aangepakt. En het heeft geen ziekmakend effect op je geestelijke leven. En daardoor blijf je gezond. He, alles is aan bederf onderhevig als het niet dagelijks wordt vernieuwd. He, je lichaam ook, als het niet dagelijks wordt vernieuwd, als het bloed zijn werk niet meer doet, dan word je ziek. En zo is het ook je geestelijk leven, elke dag mag je wandelen in het licht. Ik wandel in het licht met Jezus. Mooi liedje is dat. He, ik wandel in het licht met Jezus. Geen duistere wolk. Jongens, ik heb het eindeloos gezongen. 50 jaar geleden, op die weekends. Dat was een van de tophits. He. Ik wandel in het licht met Jezus. Te zingen, de zusjes. He. Dat was toen top. Top op, he. De christelijke gospel. He. Dat kun je nou niet voorstellen als je het weer hoort. Jongen, een beetje oudbollig. Maar jongen, het was zo goed, hè. En ik wandel in het licht met je. Ik weet niet of je die woorden kent. Geen duistere wolk bedekt de zon. Ja, kan dat wel? Ja, zo is dat. He, duisternis kan niet in het licht. Kan niet tegelijkertijd aanwezig zijn. Het is het een of het ander. En dan gaat het stukje ook verder. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, dat we zeggen, nou, voor mij hoeft dat niet allemaal, misleiden we onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien we onze zonde belijden, indien we eerlijk, oprecht, ervoor uitkomen, met naam en toename en alles wat in je gedachten komt, wat niet deugt. Heren, betrek de Heer Jezus erbij. En wat staat er dan? He, dat was de tekst die bij ons in de kerk elke zondag naar de schuldbelijdenis werd voorgelezen. Indien wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dus er is geen zonde te groot. Of als je mee voor de dag komt, heren, dan zegt hij van, dan is hij getrouw en rechtvaardig om je te vergeven en je ervan te reinigen. Vergeving is niet los verkrijgbaar, hoor, dat denken we wel eens. He, van dat je vergeving kan krijgen en dat je toch met die zonde door kan gaan, maar dat gaat niet. Allerlei spitsvondige theologische systemen hebben ervan gemaakt. Van, nou ja, daar ga ik niet op in nu. Maar je moet hierbij blijven, van als je je zonde beleidt, dan wil de Heer je van reinigen. En als je niet wil gereinigd worden, dan zegt de Heer, ja, dan kan, wat moet ik dan je vergeven? Dat kan helemaal niet. Ja, als een jongetje 10 euro van zijn moeder uit de portemonnee heeft gestolen,
En het jongetje is eerlijk tegen zijn moeder. Mam, ik heb 10 euro uit de portemonnee gepikt. Wilt u me vergeven? Natuurlijk, ja, jongen, wil ik je vergeven. Maar dan houdt ze wel de hand op. Nee, zegt het jongetje, 10 euro wil ik een cd van kopen. Of Lego of zo. En die moeder zou zeggen, nou jongen, je bent zo eerlijk. Ben ik zo blij dat je het gezegd hebt. Ik vergeef het je wel. Nou, de volgende keer haalt hij 100 euro uit zijn moeders portemonnee natuurlijk. Hè? Een onverstandige moeder. Hij heeft geen zin om te vergeven als je niet datgene wat vergeving nodig heeft, dat je dat inlevert. Nou, met iedereen is ook zo. Die kan alleen maar vergeven wanneer het... Ja, dat je zegt, nou heren, wat doen we van verlossen? Dus van het verleden en ook van het heden. Dat je met een rein hart verder kan gaan weer. Nou... Is dat duidelijk tot nu toe? Dus toch een kind kan het toch begrijpen, of niet? Ja, alleen maar, je moet wel doen natuurlijk. Hè? Jezus die heeft een keer gezegd, hè, dat vraag ik wel eens, hè, voor je, nou, wijzer van een goede preek of dommer? Ja, wijzer natuurlijk, ja. Het is maar net wat je ermee doet. Jezus zegt van, als je maar woorden hoort en ze doet, dan ben je verstandig. Hè, dan bouw je huis op een rots. Maar als je maar woorden hoort en ze niet doet, dan ben je dwaas. He, dan wordt het alleen maar erger, want dan had je beter niet kunnen horen. Want je verantwoordelijkheid wordt steeds groter als je dingen hoort en er niks mee doet. Wordt je leven een grote puinhoop. Nou, dus... even kijken hoor. Ja, eigenlijk moet je vragen kunnen stellen nu. Hè? Als je vragen hebt, dan zou je het kunnen stellen. Maar gaan we even verder van... Jongens, en hoe doet de Heer dat nou, hè? Dat die bron van levend water en zo, en dan dit, en wat we net gezegd hebben, in het licht wandelen en je zonde belijden. Ja, maar er is nog wel wat anders, wat concreter nog. En dat is, dat staat in de Efezebrief, waar de Heer op het ogenblik bezig is. En dat is zo fijn dat we dit vanavond kunnen behandelen, omdat de Heer is daarmee bezig op het ogenblik, om zijn volk, tot volheid te brengen. He, om zijn volk tot volheid te brengen. En dat ze zo zullen worden zoals hij bedoeld heeft. He. Hij heeft gezegd, van, er staat in Jesaja 53, he, dat hij het zal zien tot verzadiging toe. Nou, daar mogen we voor zorgen dat de Heer Jezus het tot verzadiging de vruchten van zijn werk zal zien. Ook bij ons. De Heer, die hoort het wat ik allemaal zeg. En hij weet wat jullie allemaal horen. Dus... En hij wil je daarin bemoedigen. Dat hij bezig is op het ogenblik om mij en jullie echt tot volheid te brengen. Tot geestelijke volwassenheid. Er staat in Efeze 5, daar wordt een vergelijking gemaakt in Efeze 5. Tussen in een huwelijk heb je een man en een vrouw. En de Heer Jezus zegt, of Paulus schrijft daar in Efeze 5. Van als je wil weten hoe een goed huwelijk in elkaar stelt, hoe je een goed huwelijk moet hebben, moet je kijken hoe Jezus met zijn gemeente omgaat. Dan zie je hoe een goed huwelijk behoort te zijn. En daar schrijft hij dan over in Efeze 5. En als je wil weten hoe de Jezus met zijn gemeente omgaat, dan moet je kijken naar een goed huwelijk, van hoe een goede man met zijn vrouw omgaat. Hè. Die vergelijking wordt daar gemaakt. Nou, dat staat er in hoofdstuk 5. En dan... vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief. Evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. Zich voor haar overgegeven heeft. En dan komt het om haar te heiligen. Haar reinigende, hoe? Door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend. Zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zo dat ze heilig is en onbesmet. Daar is hier even op het moment mee bezig. En hij wil graag jou erbij. Hij wil jou er ook bij betrekken. Hè, dat jij en met anderen samen. Dat hij bezig is om ons te reinigen met het waterbad, met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen. Stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, zodat ze heilig is en onbesmet. Nou, de Heer die wil wel. De vrouw, wij ook willen.
Maar hij doet het met het woord, hè? Dus zien en kijken, horen en luisteren. Ja, wat laten we, waar gaat onze aandacht naar uit? Nou, dat is het woord van God. Jongens, dat is zo sterk. Luisteren naar het woord van God. En dat heeft een krachtige, reinigende werking. Want er wordt alle leugen en bedrog, dat wordt verplaatst, hè, dat wordt vervangen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Uw woord verspreidt licht. Waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren als hij dat houdt naar uw woord? Het waterbad met het woord. Dus elke dag mag je jezelf wassen met het woord. Doe je dat? Elke dag, jongen, je hebt geen idee van wat dit woord uitwerkt. En voor iedereen en voor alles, hier zit alles in wat je nodig hebt namelijk. Misschien heb je een redelijke predikant, die het woord echt uit de eerste hand van de Heer ontvangt, van dat moet je doorgeven. Dan is het geweldig, maar stel je voor dat je dat niet hebt, dan heb je wel Mozes en Salomo en Jesaja, Jeremia, al de profeten. Dan heb je de Heer Jezus zelf die je onderwijzen willen. Dan heb je in je handen heb je dan Paulus die je wil onderwijzen en Petrus en Jacobus. Allemaal, die hebben alles opgeschreven wat je nodig hebt. En je kunt je elke dag laten onderrichten door apostelen, profeten, herders, leraars die dat hebben opgeschreven. Zelfs al zou je de enige zijn in een dorp als je Gods woord hebt en je hebt het leven met Jezus. Jongens, dan heb je alles. Dan heb je alles wat je nodig hebt. En leven uit de eerste hand. Misschien kunnen we even op, ja, er zijn heel veel dingen over te zeggen natuurlijk, maar misschien kunnen we even weer naar die brief van Timotheus, aan Timotheus, 2 Timotheus, 2 Timotheus 3, 2 Timotheus 3, en dan schrijft Paulus aan Timotheus van dat hij van kindsbeen af de Heilige Schriften kende. Jongens, dat was geen kinderbijbel, we hadden nog geen bijbeltjes allemaal, nee, het waren boekrollen alleen maar, het Oude Testament. En Paulus kon tegen Timotheus zeggen dat hij van kindsbeen af, als kind zijnde, kende hij de Heilige Schrift. Daar had zijn moeder voor gezorgd. Hij was op de hoogte met alles wat er in het woord van God stond. En dan zegt Paulus erbij, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. De Heilige Schriften kunnen je zalig maken door het geloof in Christus Jezus. Die twee samen. Dus de Bijbel, Gods woord, plus Jezus, degene die in ons midden is op het ogenblik ook. Dat is zaligheid. Dat is alles wat je nodig hebt. Dat is compleet. Dat is compleet. En het is de bedoeling dat je ermee vervuld wordt, hè, met Gods woord. Dat is alles waard om bezig te zijn met Gods woord. Dat je, we hadden een jeugdkring bij ons thuis, van tieners. En dan elke keer als ze dan er waren, dan hadden we een onderwerp behandeld. En dan zochten we een tekst op die dat samenvatte. En dan kregen ze allemaal een blank visitekaartje. En dan moesten ze die tekst opschrijven. En dan de meiden die moesten het op de spiegel steken, want daar keken ze elke dag 100 keer in. En de jongens in hun agenda of zo. Tegenwoordig zou je zeggen in het zakje van waar je iPod in zit of weet ik veel wat. Maar in ieder geval waar je iedere keer wat je tegenkomt. En dan hoefden ze alleen maar, elke keer als je dat tekstje tegenkwam, hoefden ze alleen maar te lezen. Nou, binnen 3 dagen kenden ze die tekst uit hun hoofd. En mijn zoon die zei nog een tijdje terug, zei hij, pap, ik kan wel 70 teksten zomaar uit die tijd nog. Hij zei, en hoe vaak is het dan niet gebeurd dat als ik voor een beslissing stond, dan kwam er zo'n tekst boven borrelen. Oh, wacht even. Een waarschuwing of een bemoediging.
En hij zegt, dat heeft me zo vaak bewaard voor ellende. Het woord van God is zo krachtig. He, er was een meisje, ik heb het verhaal al zo vaak verteld. En als je op de website kijkt, dan kom je het iedere keer tegen. Maar ja, je moet het maar geen euvel duiden, zou ik zeggen. Maar dat komt nu in het onderwerp ter sprake. Maar dat was Lydia. En die kwam op de club en die was zo blij, want ze had haar eerste baan, kreeg ze. Op een kantoor. En de week daarna kwam ze weer en toen was ze helemaal in mineur. Want ze zat op een kantoor met 3 kerels. En die hadden door dat ze zo makkelijk bloosde. En toen ze hoorden dat ze ook nog gelovig was. Nou man. Die mannen die hadden er zo een lol in om dat meisje aan het blozen te krijgen. Hè. Dus allerlei smerige opmerkingen en zo. Dus ik kwam op de club terug en zei, ach, dat hou ik niet uit, verschrikkelijk. Wat een teleurstelling was dat. En toen zeiden we, joh, Lydia, we gaan een tekst leren uit de 1e Johannesbrief. 1 Johannes 4, vers 4. En die tekst die moet je op je kaartje schrijven en dan maak jij er iets persoonlijks van. Dus 1 Johannes 4, vers 4. 1 Johannes 4, vers 4. En er staat dit. Gij zijt uit God, kinderkens, en gij hebt hen overwonnen, want hij die in u is, is meer dan die in de wereld is. He, dus Lydia die schreef op, jij bent uit God, Lydia, en je hebt hen overwonnen, want hij die in je is, is meer dan die in de wereld is. Zeg, dan schrijf je op dat kaartje en dan leg je dat kaartje op je bureau, hè, dat je het elke keer kan zien. En elke keer als die kerels een opmerking maken, dan lees jij die tekst. Jij bent het God, Lydia, en je hebt hen overwonnen. Want hij die in je is, is meer dan die in de wereld is. Dat zou ze doen. En de kerel, toen ze weer terugkwam, de week erop, zegt, nou, wat werkt dat krachtig, zeg. Iedere keer als die kerels een opmerking maken, dan lees ik, jij bent het God, Lydia, je hebt hen overwonnen. Want hij die in je is, is meer dan die in de wereld is. Zegt, en toen werd ik helemaal bovenuit getild. Door 1 tekst. Jongens, hoeveel teksten zijn er niet hier in de Bijbel? Onvoorstelbaar. Zo krachtig werkt dat. Het is een ander onderwerp, ik kan veel meer voorbeelden nog noemen. Maar jongens, daar moet je mee bezig. Wil je een rein hart hebben en houden? Ja, en wil je dat niet een rein hart hebben met angst? Of met teleurstelling? Of met eenzaamheid? Of wat kun je al niet hebben? Hè, waar je hart vol van is. Hè? Jongens, het woord van God. Ja, dat ontkracht al die leugens. En die zet daar de waarheid voor in de plaats. Jongens, dan heb je elke dag heb je dat nodig. En ik hoop echt dat je na deze avond, dat je de gewoonte gaat vormen om elke dag een stukje uit God voor te lezen. De ene keer zegt het je meer dan de andere keer. Ja, dat kan. Ja, we zouden een aparte avond nog kunnen hebben over hoe je bijbelstudie moet doen. Ja, maar dat moet je dan zelf maar aan de weet komen. Je kan ook op de website kijken, kom je ook allerlei dingen tegen wel. Daarover. Maar joh, je hebt er geen idee van wat Gods woord in je hart. Hè, het voorbeeld heb ik hier ook nog nooit gebruikt, denk ik. Nee, ik ben niet zo vaak geweest natuurlijk. Maar ik heb het gevoel dat ik allemaal dingen aan het herhalen ben. Maar goed, je moet het ook een keer gaan toepassen natuurlijk. Hè. We hadden een keer op een revij weekend. En toen had ik de verantwoordelijkheid van een groep tieners. En daar wordt erg de nadruk gelegd op het werk van de Heilige Geest. Hè? En de doop met de Heilige Geest en zo. Kracht van de Heilige Geest. En die jongens en meiden die gingen daar naar voren als ze in de put zaten. En dan voor een nieuwe aanraking met de Geest. En dan werd de handen opgelegd. En dan zagen ze weer helemaal zitten. En dan kwamen ze terug. Maar een paar dagen later was het erover. En zo, en dat klaagde ze over. Ja, het is zo. En dan zie ik het helemaal zitten. En dan, na verloop van tijd is het vuurtje weer uit. En toen hebben we dit voorbeeld gegeven. Jongens, stel je voor, je bent met een kamp, hè? Een jeugdkamp, hebben we vaak meegemaakt. En dan aan tijd had je dan kampvuur. En dan moest de jeugd, die moest dan het bos in om takken te verzamelen. Maar ja, het was heet weer geweest, dus ze hadden de hele nachten niet geslapen. En ze waren loom en zo. En toen moesten ze takken gaan halen in het bos. Nou ja, helemaal geen zin. Dan liepen ze. En dan kwamen ze met een paar takjes thuis. Nou ja, dan hadden ze dat werd het kampvuur dan, hè. Maar als het een keer koud weer was geweest, had geregend en waren niet buiten geweest en lekker geslapen s'nachts.
En dan moest ze aan het eind van de week, want een paar dagen droog geweest, en dan moest ze takken halen uit het bos voor het kampvuur. Man, ze kwam met het hele bos kwamen ze bijna terug, hè. Dus jongens, hou maar, we hebben genoeg, hoor. Zo. Nou. Ik zeg, want als dat in de brand gaat, dan, ja, dan komt er brandweer, hè. Dan denk je dat het bos in brand staat. Nou ja, goed. Ik overdrijf nu een beetje, zeg mijn vrouw, je overdrijft altijd, hè. Maar als je het duidelijk wil maken, moet je een beetje overdrijven. Hè, dus wat gebeurt er nou? Nou, hier gaat het vuurtje. En hier gaat het vuurtje. Het is hetzelfde vuur. Ja, maar hier, nou ja, brandt even. En de jongens die eromheen zitten, die moesten hun adem inhalen, want anders blies het vuurtje uit. Maar hier, jongens, de volgende dag brandde het nog. Jongens, het is precies hetzelfde vuur. Maar de brandstof hier ontbrak. En dat is dat je alsmaar de nadruk legt op vol zijn van de geest en niet vol van het woord. Jongens, dan werkt het niet. En als je vol bent van het woord, en er is de Heer Jezus er niet bij met zijn geest, nou, dan werkt het ook niet. Maar je moet vol zijn van de geest van Jezus en vol zijn van het woord van God. Jongens, en dan kan het niet stuk. Maar dan moet je wel aan werken. En het woord is zo krachtig. Hè? Er staat in de Hebreeënbrief staat er een paar dingen over. Hè? Hebreeën. Als ik op moet houden, moet je maar zeggen, Maarten. Ja, 2 minuten dan. Hè? Hoeft 2 minuten? Ja. 2 minuten. Nou, dan kunnen we nog net even dit laten zien. Van in Hebreeën. Hebreeën 4. Nou, allemaal bekende teksten ook hoor. Maar Hebreeën 4 en vers 12. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt zo en het dringt door zo diep dat het van één scheidt ziel en geest, wat goed is en wat niet, gewrichten en merg. En het schift, het haalt uit elkaar de gedachten, de overleggingen en gedachten van het hart. En geen schepsel is voor hem verborgen, want alle dingen liggen open en ontbloot voor de ogen van hem, voor wie we rekenschap hebben af te leggen. Jongens, het is niet vrijblijvend hoor. Maar zo krachtig werkt het woord dat, hè, we hebben net met die tekening van het hart, hè. Het werkt zo diep door tot in je onderbewuste toe, de onbewuste toe. Jongens, ik zou het, hè, de Heer Jezus erbij, dan zou ik het niet durven zeggen. Maar tot in je dromen toe kun je een rein hart hebben, heb ik gemerkt. Het is een proces. Die reiniging die moet wel constant door. En iedere keer als je dingen, ook in je dromen, gewoon beleiden. Ook als je dingen droomt die niet goed zijn. Heren, er zit nog iets in mijn onbewuste wat niet deugt. Heren, wilt u het reinigen? Wees er open. Zo gauw als je er open over bent, je beleidt het. Dan is het heren, ah, fijn dat je het zegt, joh. Dan kan ik er wat mee doen. Dan vergeeft hij het je en dan reinigt hij je ervan. En op een gegeven moment is je hart echt rein. Daar is hij voor gekomen, om je een rein hart te geven. Om je hart te spoelen. Elke dag met het waterbad, met het woord. Er staat ook nog vers 12, dat is het laatste wat ik zeg. Hoofdstuk 3, vers 12. Zie toe, broeders en zusters, dat bij niemand van u een boos, ongelovig hart zij. Dus daar ben je verantwoordelijk tegenover elkaar. Hè? Van jongens, kijk uit. Hè? Zorg ervoor. Maar vermaand elkaar dagelijks. Nou ja, als er ooit een tijd is geweest dat het kan, is nu. Met al je mobieltjes en met. Je kan constant je vrienden bellen. Van, hoe is het ermee? Ben je nog pornovrij? Noem maar op. Hè. Dat is een onderwerp wat op het ogenblik heel erg speelt onder mannen. Maar ook voor vrouwen is dat heel belangrijk. Maar hè, dat je elkaar wakker houdt. Elke dag staat hier dagelijks, vermaand elkaar dagelijks. Zolang men nog van een heden kan spreken. Waarom? Opdat niemand van u zich verharde door de misleiding der zonde. Jongen, het is zo misleidend, de zonde. Je praat het zo makkelijk goed. Ja, maar je hebt elkaar nodig om elkaar scherp te houden. Dagelijks. Want we hebben deel gekregen aan Christus, aan Jezus, mits wij het begin van onze verzekerdheid tot het einde onverwrikt vasthouden. Ja, dat is een zaak van volharding. Je moet echt kiezen. Elke dag weer is het een dagelijkse bekering om zo te zeggen van, Heer, wat wil ik vandaag? Ja, Heer, vandaag ook weer met uw leven. En hij wil
je hart zo veranderen. Hij wil zijn wet in je hart leggen. En ook in je verstand schrijven. Dat je niks anders wil dan zijn wil doen. Vanuit je hart. Hij wil gediend worden met je hele hart. Ja, het nieuwe verbond. Nou ja, ik ga er zelf maar naar op zoek. Maar ik hoop dat je honger en dorst is gewekt. Van Heer, ik wil zo graag, maar ik kan het nog niet. Maar wilt u me leren? Nou, een aantal dingen hebben we vanavond aangegeven. Die de Heer wil gebruiken daarvoor. Ja, wees vol met de geest en vol van het woord van God. Amen. Zo even stil zijn, dat iedereen voor zich even met... Ja, de Heer Jezus is, je kan zo met hem praten. Nou, hij wil graag horen wat je hiervan denkt. Ja, misschien voor het eerst, nou Heer, ik wil eerlijk zijn tegenover u. Zo staan de zaken ervoor. En u hebt gezegd dat ik het licht wandel. En ik beleid het echt, Heer, dan bent u getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeven, mij te vergeven. Alles wat ik van gebakken heb tot nu toe. En met de reinigen van die ongerechtigheid. Wilt u me helpen om dat ook... het baterbad met het woord toe te passen. En help ons ook om elkaar wat dat betreft scherp te houden. In de naam van Jezus. Amen.